In augustus vorig jaar ging het helemaal mis in deze woning aan de Robert Scottstraat. De 25-jarige Rens werd meerdere keren gestoken en overleed aan zijn verwondingen. Zijn huisgenoot overleefde de steekpartij. De verdachte, Tolga Ö, is ervan overtuigd dat hij in een complot zit en continu in de gaten wordt gehouden door de slachtoffers. Vandaag in de rechtbank maakte de familie en de vriendin van Rens gebruik van hun spreekrecht. De dood van Rens zal altijd zinloos blijven. Maar ik hoop dat hij betekenisvol kan zijn als aanzet tot een beter afgestemd beleid rondom verwarde personen. En waardoor er in een vroegtijdig stadium preventief actie kan worden ondernomen. Zodat moorden, zoals die op Rens, tot een absoluut minimum beperkt zullen blijven. Ook de huisgenoot die zwaargewond vluchtte van de aanval maakte vandaag gebruik van zijn spreekrecht. Sinds de aanval heeft hij blijvende psychische, maar ook fysieke schade. De vele messteken hebben onder andere een groot litteken achtergelaten op zijn gezicht. Terwijl hij en de nabestaanden van Rens gebruik maakten van hun spreekrecht, keek de verdachte hun recht in de ogen aan met een lichte grijns op zijn gezicht. Een cliënt heeft eigenlijk in alle stadia van dit geding, maar eigenlijk ook wel in eerdere strafzaken, heeft hij kenmerk gemaakt dat hij gefilmd wordt, dat hem informatie wordt onthouden. En dat is iets wat hij vandaag ook tegenover de rechter heeft herhaald. Het Pieter Baan Centrum vermoedt een psychotische stoornis. Ö heeft waanideeën en TBS met dwangverpleging is volgens hen nodig. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij, omdat hij wel bewust was van zijn daden, verminderd toerekeningsvatbaar is. Verdachte stond, als de politie ter plaatse komt, op het balkon van Rens en Lars, terwijl hij een keukenmes in zijn hand vasthield. Hij zat onder het bloed en schreeuwde onder andere herhaaldelijk dat hij iemand had gestoken en dat de persoon die was gestoken dat verdiende. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist en TBS met dwangverpleging. De rechtbank doet op 31 mei uitspraak.